De sfeer is in de afgelopen 21 jaar mega veranderd. En dat is wel heel leuk om te zien. In doorsnee is het eigenlijk best wel een prettige, prettige en veilige wijk. Af en toe in de grote flats die hier omheen staan, is er wat overlast van jeugd die wat gaat hangen. Maak je de dingen stuk. Het is een plein met heel veel reuring. En de afgelopen 2 jaar, sinds ik hier ben, zijn we begonnen met de complexgerichte aanpak. Dat is dus een samenwerking tussen IJmeren, de gemeente en de politie. Want prettig wonen doen we samen. En dat is er met de hele flat samen, met alle bewoners, maar ook met IJmeren. Als wijkbeheerder help ik natuurlijk altijd graag mee. We willen allemaal een schone galerij. We willen geen karretjes hebben. We willen geen vuilniszakken waar muizen aan gaan knagen. Als ik burgemeester zou worden, zou ik af en toe meer activiteiten hier doen als een markt. Zodat er meer mensen komen om, nou ja, om het een beetje populair te laten maken. Ja, dit is een buurt met kleine kinderen, veel kleine kinderen. Ik vind dat er te weinig speelattributen zijn voor deze kinderen. Daarachter hebben ze 1 gaten, maar daar heb je geen zebrapad. Als je moet uitstoppen in de bus, geen zebrapad, altijd ongeluk. Dat ik wil veranderen. Ze laten ook bijvoorbeeld colaflesjes laten ze ook op de grond. En ze roken ook in de lift. En die geur blijft er nog steeds. En dan worden de kinderen ziek van die geur. Als ik van mijn woning hier erop neerkijk, is het gewoon prachtig. Maar het werkt niet gewoon in deze buurt. Want er zijn veel kleine kinderen. Kleine kinderen zien dit als een speelattribuut. Het is het niet, het is kunst. Zoals je merkt staat er altijd heel veel wind natuurlijk. Ik vind het hier heel winderig. Wat ik zelf jammer vind aan dit plein is dat er weinig beschutte plekjes zijn voor mensen om gezellig even een praatje met elkaar te maken. Sommige flats zijn nieuw gebouwd in 2012, maar sommige hebben ook nog een flat van 1970 die we nog hebben. Dus ja, bijvoorbeeld de liften, ja. Dat is af en toe best wel een probleempje. Als iedereen een beetje beter op elkaar let, in de flat en in de buitenruimte, dan kunnen we dat samen.